32, hoofdstuk 10. We beginnen eerst met de opgave zelf even te bekijken. Kijk, daar staat hij. Ja, je hebt een bron. En die bron die zendt twee verschillende soorten gammastraling uit. Ja, en het verschil zit in de energie. De energie is een mega-elektrovolt gegeven. 1 en 2 mega-elektrovolt. En zijn twee materialen waarmee de straling wordt afgeschermd. Namelijk aluminium en beton. Als je dan binnen ze bijpakt met de halveringsdiktes en je kijkt dus naar die twee energieën en de twee materialen, dan zie je dat de halveringsdiktes zijn bij de 1 mega-elektrovolt 4,2 en 4,6 centimeter en bij de ander 6 en 6,6. Nou, let op, in centimeters. Dus als we dat eventjes opschrijven. Een beetje overzichtelijk opschrijven natuurlijk. Halveringsdikte van bron 1 voor aluminium en beton en voor bron 2. En natuurlijk is ook nog gegeven dat aluminium is 1 centimeter dik. En beton, dat is nog onbekend. Maar ik weet wel dat de stralingsintensiteit afneemt met 99%. Betekent dus dat je 1% overhoudt. Maar let op, probeer eventjes een beetje een idee te vormen hoe het in elkaar zit. Ik heb dus de stralingsbron. Dan heb ik dus dat het eerst door aluminium gaat en daarna door beton. En je begint met 100% en na het beton is het 1%. Dus aluminium en beton samen ja, doen de intensiteit afnemen naar 1%. Vraag A. Wat is de procentuele afname van intensiteit van beide energieën direct buiten de laag aluminium? Nou, we beginnen eerst met beide energieën. Dus we beginnen eerst met energie 1. Ja, wat is de intensiteit tussen beide? Ja, dus ik moet hier de intensiteit weten. Wat is de intensiteit ja, voor bron 1? Nou, halveringsdiktes. Dus, formule, intensiteit ja, wordt iedere keer gehalveerd. Ja, I0, de beginintensiteit, doe ik dus nu eventjes in percentage, dus 100%. D, de dikte van het materiaal, 1 centimeter. En de halveringsdikte, die weet ik ook. Oftewel, het is een kwestie van puur invullen. En dan kom je op 85%. Die 85% is de intensiteit die dus ertussenin zit. Maar gevraagd werd de procentuele afname. En dit is dus wat je overhoudt. Dus, ja, puntje op de i is dat de afname dus dan 15% is. Voor bron 2 doe je op precies dezelfde manier. Ja, dus druk even op pauze en ga voor jezelf eerst eventjes berekenen wat is de intensiteit voor bron 2. Oké, we gaan even verder. Bron 2. Ja, is deze. Ja, intensiteit wordt 89%, dus de afname is 11%. We gaan naar vraag B. Hoe dik moet de laag beton wezen om de intensiteit in totaal met 99% te doen afnemen? Dus even in deze tekening gevraagd wordt dus, wat is de dikte van het beton? En je weet, het gaat over de energie E1 van bron 1. Oftewel, je weet dat de intensiteit dus aan de linkerkant van het beton 85% is. En gevraagd wordt, die moet ik omlaag brengen naar 1%. Goed, bron 1. We beginnen weer met dezelfde formule, deze. Maar nu wordt dus gevraagd, hoe groot is D? Nou, eerst weer alles invullen. Maar let op, het gaat over beton. Dus de intensiteit in het begin is dan 85% en er moet 1% worden. Nou, eerst even een beetje omschrijven. Dus die 85 doen naar de andere kant, wat dus gedeeld door 85. Oftewel, ik krijg dan 0,011 achteruit. Om die half kwijt te raken, moet je links en rechts de logaritme nemen. En dat doe je op deze manier. Ja, dus d gedeeld door 4,6 wordt dan logaritme. Maar omdat het dus een half is, moet je logaritme ook nog van een half nemen op deze manier. Ja, en als je dat uitrekent, komt er 6,41 uit. Oftewel, de dikte is dan 6,41 keer 4,6 en je hebt dus 29 centimeter nodig. Vraag C.
gevraagd voor de dikte van een laag beton die je zo net hebt uitgerekend, wat is de totale afname van intensiteit van E2? Dus ik heb een dikte van 29 centimeter, die heb ik zo net uitgerekend, en gevraagd wordt hoe groot is de intensiteit als ik nu niet E1 heb, maar E2. Nou, dus gevraagd wordt wat is de intensiteit aan de rechterkant van beton als ik bron 2 doe. Oftewel, intensiteit tussen de twee lagen in is nu niet 85%, maar 89%, want het gaat over bron 2. Nou, ook hier weer bron 2, intensiteit wordt gevraagd, dus eigenlijk hetzelfde iets wat ik bij onderdeel A heb gedaan. Ja, je kunt hier alles invullen. Intensiteit in het begin aan de linkerkant van het beton is 89, dikte van beton 29, halveringsdikte, het gaat over bron 2, is 6,6 en ik hou 4,2 over. Dat betekent dus dat de totaalafname is 100 min 4,2 is 95,8%. Even iets over significantie. Je kunt zeggen van, hé, ik heb toch hier, ja, ik doe het niet vermenigvuldigd, maar ik trek twee getallen van elkaar af. Dan kijk je naar het aantal cijfers achter komma. En dan zou je, zoals ik het hier heb opgeschreven, zeggen van, hé, 100 is 0 cijfers achter komma. Dus zou dit eigenlijk 96 moeten zijn? Dat is niet zo, want die 100%, ja, dat is in feite iets wat een oneindige significantie heeft. Dus ik kan in plaats van 100, ga ik hier ook kunnen neerzetten, 100,000000, etc. Oftewel, het aantal cijfers achter komma waar ik rekening mee moet houden, dat staat hier. En ik heb hier één cijfer achter komma, dus mijn eindantwoord ook één cijfer achter komma in de eindsignificantie. En dit is onderdeel C. Onderdeel D. Bereken de dikte van de laag beton, zodat de intensiteit van E2 met in totaal 99% is afgenomen. Oftewel, dit is eigenlijk precies hetzelfde als je bij onderdeel B hebt gedaan, maar nu met E2. Kortom, druk weer even op pauze en ga eerst zelf aan de slag met dit onderdeel. Ja, dus pauze drukken. Goed zo. En wij gaan weer door. Ja, oftewel, gevraagd de dikte van het beton weer. Ja, intensiteit tussen die twee, want het gaat nu over bron 2, E2, is 89%. En we vullen weer in, beginnen met de formule. Ja, D wat weer gevraagd, alles invullen, voor I0 nu 89, voor halveringsdikte 6,6. Ja, dat is een verschil met onderdeel B. Weer links-rechts delen door 89, links-rechts logaritme en let op, hè, ook gedeelde logaritme 0,5, komt 6,48 uit. En dus is de dikte 6,48 keer 6,6 is 43 centimeter. En dat is onderdeel D. En opgave E is weer hetzelfde als opgave C, maar nu dus, hè, niet voor E2, wat bij C werd gevraagd, maar voor E1. Dus ook hier weer, ga eerst zelf eventjes hiermee aan de gang. Oké, pauze gedrukt en we gaan weer verder. Nou, het gaat dus. De dikte van beton is nu 43 centimeter. Intensiteit tussen de twee materialen is 85%, hè, want het gaat over bron 1. En gevraagd wat is intensiteit aan de rechterkant van de beton. Nou, bron 1. Formule. Invullen. Ja, 85% en 43 en 4,6. En je komt op 0,13%. En dus totaal afname 100 min 0,13 en hetzelfde met significantie weer, hè, die 100 doet er niet toe, ja, gaat over die 0,13. Dus is mijn eindantwoord 2 cijfers achter komma 99,87%. Dus je ziet, ja, dat die 99% hier makkelijk wordt gehaald. Ten slotte, onderdeel F. F, dat is een vervelende opgave, want je hebt nu niet E1 en E2 apart. En ze gaan nu samen. En let op, er
staat de intensiteit. Intensiteit is niet hetzelfde als energie. Ja? Energie blijft gewoon wat het eerst was, dus die 1 megaelectrovolt en 2 megaelectrovolt. Maar de intensiteit die wordt 4 keer zo groot. Kortom, als ik eventjes eerst even alleen bron 1 bekijk, ja, dan heb ik dus dat die in het begin geen 100% is, maar wordt 4 keer zo groot. Dus ik neem even 400%. Het is vergeleken met natuurlijk bron 2. 400%. En die bron 1, die wordt dus afgeschermd door aluminium en beton. Ja, ik doe zo meteen bron 2 erbij, maar ik ga eerst even bron 1 alleen doen. Ja, binnen die twee materialen was de intensiteit bij bron 1, ja, die tussenintensiteit, die was 85%. Maar ja, als je dus de intensiteit in het begin omhoog haalt, zal dus daarna ook die intensiteit omhoog gaan, dus ook 4 keer zo groot. Oftewel, die wordt dan 340%. En tenslotte aan de rechterkant wordt gevraagd van, hey, hoe groot is nou die eindintensiteit? En beton, hoe dik is die? Nou, dat is bij B berekend op 29 centimeter en bij D 43 centimeter. En die eindintensiteit, ja, de afname moet minimaal 99% zijn, dus de eindintensiteit moet in ieder geval 1% zijn of lager. Dit is eigenlijk ook de situatie. Het gaat vooral om dat je de gegevens goed even op een rijtje hebt staan. Nou, wanneer is je kleiner dan 1%? Bij B of bij D? Nou, als je bij B bekijkt, nou, bij B daar kan het eigenlijk nooit zo zijn, want die heeft dus al berekend bij intensiteit 1. Nou, en dan heb je dus precies 99% als de intensiteit 100% was. Maar de intensiteit is 4 keer zo groot geworden. Dus die 1% zal nooit worden gehaald bij opdracht B. Dus opdracht B valt af. Oftewel, ik hou opdracht D over. En daar gaan we mee rekenen. Nou, gevraagd wordt, wat is dan de eindintensiteit bij bron 1? Nou, we gebruiken weer de formule. En het gaat dus echt om het stukje beton. Oftewel, ik maak gebruik van dat je aan de linkerkant 340% hebt. En gevraagd wat dan, wat is aan de rechterkant intensiteit? Kortom, invullen. Intensiteit aan het begin 340. En je ziet, ik hou 0,52% aan de rechterkant over. En dan kun je zeggen, hé, 0,52%. Dus totale afname is 99,48%. En dat klopt. Maar die klopt niet helemaal, want dit is alleen bron 1. En je moet bij opgave opdracht F bron 1 en bron 2 samen nemen. Kortom, deze doen we eventjes nog weg. Nou, en ik pak bron 2 erbij. En wat is er nu aan de hand? Nou, allereerst intensiteit op het eind. Nou, als ik alleen naar bron 1 bekijk, is die 0,42%. Maar bron 2 heb ik berekend, die is precies 1% intensiteit. Ja, want ja, bron 2 heb ik eerder berekend voor 99% afname, dus op het eind heb ik 1% over. Oftewel, bron 1 en bron 2 samen hebben op het eind 1,52% van de totale intensiteit nog over. Zeg van, hé, maar dus is dat niet wat gevraagd wordt, nou kleiner dan 1%. Nou, gelukkig heb ik natuurlijk dat in het begin ik intensiteit heb van 400% en van 100%. Oftewel, in totaal heb ik in het begin 500%. En van de 500% hou ik 1,52% over. Kortom, als ik dat eventjes totaal neem, ja, dan neemt de straling in totaal af tot 0,30%. Oftewel, het is inderdaad toch minimaal met 99% afgenomen. Tot zover opgave 32. Let op dat bij opgave 32 het vooral belangrijk was om de gegevens goed gestructureerd op te schrijven. En ik moet zeggen, opgave F was inderdaad een behoorlijk lastige een. Opgave A tot met E. Ja, een hoop herhaling van hetzelfde, maar die moet je zeker goed onder de knie hebben. Bedankt voor het aanhoren en
wellicht tot horens.